Vier Almeloers en één Bonnebroeker hoorden dit jaar in april dat ze een koninklijke onderscheiding kregen voor hun enorme inzet voor culturele en maatschappelijke organisaties in de gemeente Almelo. De verrassing voorbij, maar het feest nog niet. Dat werd donderdag gevierd. Beste gedecoreerde, want dat bent u al, u toont aan hoeveel gemeenschapszin er in onze gemeente is. Hoeveel liefde, hoeveel zorgzaamheid, hoeveel betrokkenheid er in onze stad is om voor en met elkaar het goede te doen. Vrijwilligers, het is vaker gezegd, vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. En dat is inmiddels al een beetje een belegen begrip, want het bestaat al heel lang dat we er zo over praten. Maar het is nog steeds, en misschien moeten we zeggen, wel meer dan ooit is dat een waar woord. Want geen bestuurders, geen politici, geen beroepskrachten houden die samenleving bij elkaar. Het zijn uiteindelijk vrijwilligers, mensen die onbezoldigd, onverplicht hun nek willen uitsteken voor hun dorp, voor hun wijk, voor hun stad, voor hun kerk. Die ervoor zorgen dat het plezierig leven is en plezierig leven blijft op de plekken waar wij wonen. Burgemeester Gerritsen verwoordde uitvoerig de verdiensten van alle vijf. Ik ben nog steeds een beetje overdonderd door alle reacties ook van de mensen op het lintje wat ik dus net heb ontvangen. Ja. Ja, want u hoorde het natuurlijk al eerder, hè? Ja, ja. 24 april belde de burgemeester. Ja, met had u het verwacht? Nee, totaal niet. Nee. Ik was druk aan het poetsen die vrijdagochtend. En de telefoon gaat, mijn man roept van pak jij even aan. Nou ja, ik meld mij keurig met goedemorgen met Ria. Ja, aan de andere kant werd gezegd, ja, met Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo. Ja, dan weet je gewoon niet wat, dan begint de adrenaline al te stromen. Ja. Ja. Mooi, hartstikke mooi, nooit verwacht. Maar echt perfect, ja. Ja. Heel ja. Mooi. Ik wil iedereen bedanken in Bonnebroek daarvoor en hartstikke mooi. Perfect. Toen de burgemeester mij belde eind april, toen heb ik na afloop van zijn toespraakje gezegd dat hij er dan eindelijk in geslaagd is om even stil te krijgen. Want dat doet je meer dan je tevoren zou kunnen verwachten. Ik vind het heel indrukwekkend. Mm-hmm. Ja, ik had het ook helemaal niet verwacht, dus het kwam echt als een verrassing toen hij belde. Ja. Toen hij belde op 24 april, ja, hè? Ja, wat heb je toen gedaan? Zaten we koffie te drinken met de hagen doorgaan, dus... Ja. Ja, en ik had met een smoesje en haar van de gemeente, die zou mij interviewen. En ze zegt, nou dan gaan we naar de Hagen doen, dan zijn de anderen ook. En dan onder de koffietijd, dan bel ik je wel even. En dan, dus toen ging de telefoon, dus ik pak op, ik dacht dat Enna was, maar het was dus de burgemeester. Burgemeester, ja. Ja. En, nou, en toen wist u het, want toen, en wat is er toen gegaan? Nou, ik werd er best wel een beetje emotioneel van, want ik had het echt helemaal niet verwacht. Dus, Ik was al beduust op 24 april en nu ben ik ook beduust, maar omdat je weet wat er gaat gebeuren, zo ongeveer. Ik ben nu gewoon blij dat ik vandaag die onderscheiding heb mogen krijgen. Ja. Hoe is dat nou eigenlijk, zo'n openbare waardering? Ja, goed, ik ben meer een bescheiden man, ook al zeg ik het zelf. Maar dit doet je echt wel goed. En dat is tevens een stimulans om verder te gaan. Kijk, de hele uitreiking is ook terug te zien op de site van de gemeente Almelo.